De heer Van Hooft van het PVV. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Eerst even iets, als u mij dat toestaat, aan mijn collega Nick Kapteins, die hier eerst zat. Nick, als je kijkt of luistert, veel succes in Den Haag en maak er wat moois van. Voorzitter, vandaag bespreken we de RES 1.0 en het zal u niet verbazen dat onze fractie verre van enthousiast is. Ja, zo ben ik beter in beeld. De insprekers die we vanavond hebben gehoord, uit hun inbreng is een hele grote rode draad en die is gebaseerd op een gebrek aan inspraak en een gebrek aan transparantie en dat baart me toch wel zorgen. Voor het door de mensen nauwelijks te beïnvloeden klimaat wordt onze mooie provincie volgezet met windturbines, zonnepanelen waar veel nadelen aan kleven. Bovendien wordt bijgedragen aan het aardgas vrijmaken van de bebouwde omgeving en ook dat is peperduur. Kernenergie zou het perfecte alternatief geweest zijn, maar de provincie verwijst in haar beantwoording van een recent door onze fractie gestelde vragen en beantwoordde in januari 2022 naar het Rijk en dat is jammer. Voorzitter, er staat in hoofdstuk 2.5 grondgebonden duurzame elektriciteit, onder andere dat de provincie deelneemt aan de landelijk overleg met onder andere RWM, GGD over benodigd extra onderzoek met betrekking tot gezondheid en relaties tot windparken. Dat is een hele zin. De provincie ondersteunt gemeenten bij normering van windparken en deelt kennis over onderzoek en relatie tot gezondheid en windturbines. In de deelregio Amsterdam is een expertgroep gezondheid gestart om gezamenlijk met experts en bewoners te kijken hoe gezondheid straks een plek krijgt in de belangenafweging. En voorzitter, de PVV is glashelder. Het welzijn van onze burgers staat bij de PVV voorop. En wellicht is daarom goed te melden een verhaal van een audioloog, meneer Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum. Die heeft in de Tweede Kamer een oproep gedaan tijdens een hoorzitting over windturbines en gezondheid. En in het kort komt erop neer dat hij voorstelt de geluidsnormen weg te laten en over te gaan tot normen op afstand. En als je dat doet en daar 10 keer de afstand van pakt, dan zit je op een hele veilige beslissing. Voorzitter, in zaken communicatie valt op bladzijde 40 van het uitvoeringsprogramma Noord-Holland-Zuid te lezen dat gekeken zou moeten worden naar een nieuw verhaal dat ook gaat over de mogelijkheden en kansen van de energietransitie. En over de manier waarop energietransitie ontwikkeling in de gang kan zetten. Die steden, dorpen, wijken, bedrijven en verenigingen sterker en leuker maakt. En dat woordje leuker, voorzitter, dat komt bijna over alsof mensen die zich zorg maken irrationeel of kinderlijk zijn. Voorzitter, ik rond af. Uit de brief van GS naar PS van 12 januari 2022 komt naar voren dat veel gemeenten momenteel over te weinig middelen beschikken om het uitvoeringsprogramma uit te voeren. En dat colleges van BMW willen dat het Rijk met een bijdrage komt. De PVV vindt dat zorgwekkend, aangezien dat waarschijnlijk nog meer belastinggeld wordt uitgegeven aan deze in onze ogen onrealistische energietransitie. En dat zou juist een signaal moeten zijn om pas op de plaats te maken. Dat was hem, voorzitter. Dank u wel.